Het opladen van de event marker. Veel wordt gebruikt de klikker. De klikker is in theorie 40% effectiever dan mijn stem. Toch gebruik ik liever mijn stem, omdat ik merk dat in de praktijk het juist onze stem is die we veel makkelijker gebruiken, want het is immers ons eerste communicatiemiddel. Dus waarom zouden we dat gaan vervangen met iets wat niet ons communicatiemiddel is, waardoor we juist vertraagd worden? Ik gebruik dus veel liever mijn stem. Het is het simpele Pavlov-systeem, belletje, voedsel, belletje, voedsel, belletje, voedsel, en het belletje zorgt ervoor dat de hond gaat kwijlen en ervaart als voedsel, dus als beloning. Op het moment dat je hem gaat opladen, dat doe je maar 2 of 3 dagen, 20, 30 keer op een dag, koppel je de klank aan bijvoorbeeld voedsel of een speeltje. Je verwacht dus geen gedrag, geen commando, het enige wat je doet, zomaar out of the blue, jip, en ik geef voedsel. Jip. De klank die ik nu gebruik, jip, betekent voor Purple iets prettigs. Ik doe het nu eventjes voor met voedsel. Ik heb het bij haar vooral opgeladen met spelen. Gebruik op met een commando scherm. Bijvoorbeeld het commando voet. Jip. Het moment dat ze om me heen draait en gaat zitten, op dat moment krijgt ze jip. En daarna mag ze nog even spreken. Ik kan dus heel efficiënt haar gedrag belonen op het moment dat ze het goed doet. Wat gebeurt er? Purple krijgt in de gaten dat ze met haar gedrag invloed uit kan oefenen wat er tussen ons gebeurt. Geen controle, die ligt bij mij, die ligt bij u, maar ze kan wel invloed uitoefenen. En op het moment dat ze dat goed doet en je ziet dat ze heel netjes doen, ze gaat zitten, ze gaat liggen, misschien dat we een commando voet krijgen. En ze gaat alles uit de kast halen om te kijken, hoe kan ik nu die marker verdienen? Dat leuke, die leuke klank waar ik zo blij van word. Een event marker is een heel krachtig systeem wat in heel veel sporten op hoog niveau gebruikt wordt, in politieondertraining, in behendigheid. Die event maker is een heel krachtig systeem en op deze manier kunt u hem opladen.